Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. Het is tijd, we hebben gezien dat er heel veel mensen hebben gereageerd op de eerste aflevering, wat echt super tof is. Volgens mij is dat de beste start van een seizoen ooit, dus daar ben ik super blij mee. Ik hoop dat iedereen die heeft gereageerd, gewoon blijft reageren onder elke video, zodat we echt er een groot toernooi van kunnen maken. Dat lijkt mij in ieder geval heel veel leuk en ik heb ook heel veel mensen gezien die de Discord hebben gejoined om een praatje te maken met de rest van de voorspellers. Laten we gaan kijken wat de uitslagen waren. De uitslagen waren als volgt. Voor de Johan Cruijffschaal speelde Ajax tegen PSV en dat het werd 0-4. Dat hadden weinig mensen van tevoren verwacht dat het zo'n uitslag zou worden. Daardoor heeft PSV dus de Johan Cruijffschaal gewonnen. En speelronde 1 van de Eredivisie bracht de volgende uitslagen. Go Ahead Eagles Heerenveen werd 0-1. RKC won verrassend met 1-0 van AZ. Heracles PSV werd 0-2. Fortuna won met 2-1 van FC Twente. Ajax NEC werd maar liefst 5-0. Cambuur tegen FC Groningen werd 1-2. FC Utrecht ontving Sparta en dat werd 4-0. PEC Zwolle Vitesse werd 0-1. En Willem II verloor met 0-4 van Feyenoord. Dan is dit de ranglijst van de Eredivisie. Ajax staat bovenaan met 3 punten omdat hij het beste doelsaldo hebben. Dit is volgens mij nog nooit voorgekomen, in ieder geval sinds dat ik voetbal heb gekeken, dat elke wedstrijd een winnaar had. Dus de eerste 9 hebben allemaal 3 punten en de andere 9 hebben allemaal 0 punten. Het is als volgt: Ajax, FC Utrecht, Feyenoord, PSV, FC Groningen, Fortuna, RKC, Heerenveen, Vitesse, Cambuur, FC Twente, AZ, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle, Heracles, Sparta, Willem II en NEC. Best heel bijzonder. Ik heb het volgens mij nog nooit meegemaakt. Dan zijn dit de voorspellers top 8 met 9 deelnemers, omdat er meerdere mensen op plaats 8 stonden namelijk. Ik sta bovenaan. Dat is volgens mij in het hele vorige seizoen geen één keer gebeurd. Dus dat is hartstikke leuk. Na 1 aflevering ben ik meteen de weekwinnaar. 12 punten gehaald. Jesper, Luc en Guus staan tweede met 11 punten. Dan komt David op de 5e plek met 10 punten. En dan hebben Forza Utrecht, Dinai, The Gamers en Davelaar hebben allemaal 9 punten. En die staan dus op de 6e plek. Mocht je nou afvragen van hey, waar ben ik? Je hebt waarschijnlijk minder punten gehaald en dan kan je jezelf vinden in het linkje in de beschrijving. Daar kan je de volledige stand zien. Volgens mij ruim meer dan 30 mensen die meedoen. Hartstikke leuk en ik hoop dat die dus allemaal mee blijven doen. Verder wil ik nog heel even wat zeggen. Als je je voorspellingen invult, zorg ervoor dat je ze allemaal onder elkaar zet en dat je geen, als je weet dat de wedstrijd niet geweest is, dat je dus ook geen voorspelling doorgeeft. Want er waren wel mensen die bijvoorbeeld 4-0 hadden voor PSV hadden, alleen als je dan ging kijken wanneer die was geüpload, dan zag je heel duidelijk dat dat na de wedstrijd is al geüpload. Dus laat die gewoon weg of zet erbij te laat. Dat hebben sommige mensen ook gedaan, daar was ik wel heel blij mee dat ze dat zelf bedachten, dus dat is helemaal goed. Zet hem er gewoon niet bij, dat is het best. Dan gaan we naar de voorspelwedstrijden van de komende week. We beginnen met Europese wedstrijden. Benfica ontvangt PSV. Dan hebben we voor de Europa League playoffs Celtic tegen AZ. En de Conference League playoffs Feyenoord tegen Elfsborg en Anderlecht Vitesse. En voor speelronde 2 van de Eredivisie hebben we maar 8 wedstrijden. Want AZ en Fortuna is verplaatst. Omdat AZ het nodig vond om de tijd te besteden aan het oefenen voor Celtic. Ben ik zelf als AZ-fan niet mee eens. Maar ja, we moeten er helaas mee leven. We hebben NEC tegen PEC Zwolle. Heerenveen ontvangt RKC. PSV moet tegen Cambuur. Sparta moet tegen Heracles. FC Groningen ontvangt FC Utrecht. FC Twente moet tegen Ajax. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En als laatste wedstrijd Vitesse tegen Willem II. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie ik je heel graag weer volgende keer bij Eredivisie voorspellen. Mocht je het nou leuk vinden om met ons te praten in de voetbalchat in Discord. Het linkje daarvan staat ook in de beschrijving. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.